Vandaag in de vlog word ik versierd in de kringloopwinkel. Oh, dat hoorde ik hem zeggen en toen liep ik zo langs. Ik zo, wat is dit? Moet ik ze even wat ruimte geven? Nee. Deze was 3,95 voor... Oh, zo, dat is een hele boodschap. Voor een hele leuke jas, hè? Ja, een leuke jas. Ja, een leuke look. Ja. Nee, serieus. Ja. Maar deze kost 5 euro. Dat is wel heel goedkoop. Maar god, we hebben allemaal meegemaakt weer, hè? Goedemorgen. Ja, ik ga dit zo nog even strijken, daarom is het nog niet helemaal netjes. Oh, ik heb het al vaak gezegd, maar een van de grootste plezieren van een paar dagen weggaan of op vakantie gaan, is thuiskomen in je eigen huis. Oh, in mijn eigen bed slapen. Zo, dat was dat lekker. Wat heb ik toch een fijn bed en een fijne stille kamer. Het is hier niet te warm, het is hier niet te koud. Mijn eigen spullen om me heen, mijn eigen douche, mijn eigen handdoek. Nou, de handdoek in het hotel was wel iets lekkerder dan de mijne. Waarom is dat eigenlijk? Waarom kan ik geen hotelhanddoeken hebben? En natuurlijk bij mijn eigen dikke kater, die vannacht weer lekker bij me in bed kwam liggen. En me vanmorgen om 6 uur begon wakker te mouwen. Ik weet niet wat dat voor nieuwe gewoonte is. Dus, heerlijk om weer thuis te zijn. En vandaag wordt ook weer een hele leuke dag, want Roosmarijn komt me zo ophalen. En dan gaan we naar een kringloop in Nederland. Ik weet nog niet welke. Zij heeft op haar Instagram story gevraagd. Naar welke kringloop moet ik met Bram in de buurt van het Gooi, denk ik wel. Dat ze dat heeft gevraagd. En er zijn vast tips uitgekomen. Maar ja, we hebben inmiddels hebben we er toch ook al wel weer een paar gehad. En Roosmarijn kent echt wel heel veel kringloopwinkels in Nederland. Dus die zal ook wel een beetje kunnen beoordelen welke wel of niet interessant is voor mij. Ik vind kringlopen heel leuk, maar ik vind kleding tweedehands kopen altijd toch wel echt moeilijk. Gisteren ook in die vintage store in Brussel zat ik echt zo van, ja, ik vind het wel leuk. En dan trek ik het aan, ja, het past toch niet echt. En, of dan vind ik een heel mooi shirt, maar dan kijk ik wat beter, vind ik het eigenlijk toch een beetje vies. En sowieso, meestal bij de kringloopwinkels is de keuze voor heren toch ook wel een stuk kleiner dan voor dames. Dus ik vind het vooral leuk als het een kringloop is met heel veel spullen, bakjes, servies, rare frutsels, apparatuur, speelgoed of zo. Ja, schilderijen vind ik ook altijd interessant. Maar Roosmarijn houdt natuurlijk juist wel weer erg van kleding kopen in de kringloop. Ik ben benieuwd hoe het met haar gaat. We hebben elkaar een tijdje niet gezien. Het was natuurlijk leuk geweest als ik haar een keertje had kunnen ophalen met de auto. Maar ja, dat zit er dus voorlopig even niet in. Maar eerst maar eens even dit strijken en een beetje ontbijten en koffie zetten. Als ik dat allemaal red nog. Het is 10:13. 10:13. Oeh. Opschieten. Goedemorgen. Dus we gaan naar Soest. Ja, we gaan naar hoe dat precies Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp. Ja. Maar hoe dat tot stand is gekomen, moeten ze even jouw vlog bekijken. Ja, ik had natuurlijk leuk gevonden als ik jou een keertje had kunnen komen ophalen in de auto. Nou, mag ik dat wel vragen of niet? Ja, nee, is niet gelukt. Nee? Nee. Oh, nee. Kut. Ja, heel kut. Ja. Ik kan me zelf nog herinneren hoe kut ik dat had gevonden. Ik ben... Heb je gewoon lekker in één keer gehaald? Dit klinkt zo kut. Maar de spanning kan ik me herinneren van hoe graag je dat wil. Hoe duur het is ook. En hoe vreselijk kut het is om die lessen te moeten volgen met zo'n persoon in een auto. En toen had je misschien ook nog niet zo'n lange wachttijd. Dus nu weet ik gewoon, pas in juni kan ik weer nog een keer proberen. Nee, uiteindelijk ga je hem halen. Dat denk ik wel, want het ging heel goed. Iedereen haalt uiteindelijk zijn rijbewijs. Dus het is niet alsof het nooit gaat gebeuren, maar het is gewoon heel vermoeiend wat je ervoor moet doen. Ja. Ja, maar goed, fijn dat je mij weer komt ophalen. Ja, met liefde, geen probleem. Ja. Je kan naar achter met je stoel. Ik zie dat je daar best wel wat ruimte kan gebruiken. Ja, is daar een beetje zo. Heb jij nog iets nodig van de kringloop? Een spiegeltje voor een wc. Oh, en het moeilijke aan mijn huis is dat de badkamer... Dat noemen ze altijd natte
De natte cel. Ruimtes, de natte cel. Dat zei mijn vader altijd voor de grap. Dat was verschrikkelijk. Vroeger, als ik dan met mijn broer zo in de douche en tanden poetsen. En dan kwam mijn moeder en dan kwam mijn vader. En dan kwam mijn vader zo. Zo, het is druk in de natte cel, zei hij altijd. Grappig, ik was het woord vergeten totdat jij nu. Ja. Nou, wat een woord. Vreselijk. Ja. Maar wel, toch ook wel, heeft het ook wel wat. Maar bij ons zijn dus de wc en de badkamer met natuursteen. Oh. Heel luxe, heel kwalitatief. Alleen niet iets wat ik zelf had gekozen, maar veel te mooi om eruit te halen. Plus, we hebben helemaal geen geld. Dus. Maar er moet dus een spiegeltje komen wat daarbij past. En toch meteen ook een klein beetje uitlegt dat ik die cel afkeur. Oh, zo. Dat is een hele boodschap erin. Nee, maar ik moet wel iets van karakter hebben. Maar je kan niet alles erop hangen, want het vloekt. Het moet zeker niet bamboe of zo worden. Want dan benadruk je het natuurlijke veel te veel. Dus het liefst. Juist iets moderns? Ja, iets moderns, maar het moet ook niet koud worden. Het wordt een lastige. Heel specifiek. Ja. En die luxe heb ik, hè. Omdat ik al zoveel heb, kan ik mij dus heel druk gaan maken om zoiets kleins. Ja. Ik verbaas me ook dat er nog steeds kringloopwinkels zijn waar jij niet bent geweest. Ja, oh, zoveel. Ja. Oh, ik kreeg gisteren weer een hele lijst waar jij en ik ook niet zijn geweest. Oh. Stik er weer van. Ik dacht, we zijn inmiddels uitgespeeld. Nee, jij helemaal, maar. Als je op Google intoet kringloopwinkel, zie je er 3. Nou, dan zou je denken, dat hebben we dus allemaal wel gehad. En dan krijg je dus tips van kijkers. Eindeloos. Oh. Nee joh, we zijn nog lang niet klaar. Nou, leuk. Ja. Let's go. Oké. Okay. Oh, dat vind jij irritant als mensen let's go zeggen. Is ook irritant. Ik zeg het nog steeds zelf ook, hoor. Dat moet je niet zijn. Om te volten, ja. Het is wel geinig. Dat is heel geinig, Het leek een lange jas, maar misschien valt het bij mij wel mee. Gewoon, oh, echt een meneer. Meneer. Dit moet je wel even in de spiegel. Doet wel iets met je. Oh jee. Maar wel iets goed. Je schrikt er wel mee. Maar niet van. Misschien wat jij wil, maar. Gewoon een hele leuke jas, hè? Ja, wel leuke jas. Leuke look van hem. Ja. Nee, serieus. Hij is wel erg jong, maar. Hij is erg jong, ja. Daar schrik ik ook een beetje van. Een hele leuke jas, hoor. Ja? Dank u. Daar zit ik ook een beetje van. Zie je dat vaak je niet ouder, als een meneertje oud, maar wel... Rijker. Ik denk dat het is. Ik denk dat ik een beetje geïntimideerd ben. Lang, knap en rijk. Dat het dus een beetje eng wordt. Ja. Minder sympathiek. Ja. Ja, ik schrik een beetje van mezelf. Ja. Ja. Nou, ja, snap ik. Ik schrok ook een beetje van je. Oh, ben ik dit? En ik vond dit al een beetje vaderlook vandaag. Ja, de vaderlook is nog wel makkelijk te begrijpen, maar dan rijk. Ja, nee, dat gaat niet zo ver, maar het is wel interessant om een keer te zien. Maar dat is ook zo leuk aan kringloop, dat je iets anders aantrekt dan wat je normaal misschien... Je gaat niet naar een winkel waar deze jassen voor jou hangen bij de Monkey, of waar kom je? Nee. Zara of zo? Uniqlo. Uniqlo, ja. Nou, daar hangt dit misschien trouwens ook nog wel. Maar... Grappig zeg. Ja, interessante ervaring. Heb je ook zoveel aanspraak hier? Was dat een move van hem? Ja. Wel, hij was op jou. Ja. Ja.
Hij zei wel 3 keer, oh, ik snap wat je zo vervolgens hebt met zo'n gezicht. Dat hoorde ik hem zeggen en toen liep ik zo langs. Ik zo, wat is dit? Moet ik ze even wat ruimte geven? Nee. Ja, maar hij was heel aardig, was heel aardig. Ook, ja. Ja, het ook, op mij ook chance. Ja. Het is een vruchtbare kringloop. Ja. Maar dit, een soort dating kringloop is het. Je hebt ook in Amsterdam 1 Albert Heijn waar iedereen elkaar altijd ontmoet en waar heel veel wordt geflirt. Oh. Ik denk dat het gewoon de grond is waar het op staat. Maar ik zei het ook toen we binnenkwamen. Ja, je voelt die helemaal, energie is helemaal goed hier. Volgens mij komt dat de aardstralen. Ja. Heel, Wat vind je van jou? Leuk. Heel slecht uitpakken, het kan Zwarte Piet zijn, oh, nee. Maar het kan ook iets heel vet zijn, een clown. Clown, dat vind jij vet, ja. Oh, oh een duivel, toch? Ja. Eigenlijk allebei niet. Nee, het vind ik, nee. Nou, maar het kan dus nog veel meer uitkomst hebben. Wat een tegenvaller. Hier zit wel een leuk clowntje. Ja, die is wel cute, toch? Ik heb dus een tijdje clowns die accordeon spelen gespaard. Nee! Oh, dus jij bent ook een pro-clown. Mensen haten clowns? Oh, niet meer. Nee. Maar je bent ook niet bang voor ze? Nee, dat is het andere kant. Is dood. Maar echt dit zo, clowntjes die accordeon spelen, heel specifiek. Ja. Oh, deze, hij doet dat ook nog. Ja, hij doet dat ook. Net Chance in de kringloop. En die man die komt, die loopt naar Roosbergheid toe. Die ziet mij filmen en zegt tegen haar, nou je man heeft het er maar druk mee. En in plaats van dat Roosbergheid gewoon meespeelt en zegt ja, zegt ze, dat is niet mijn man hoor, hij is single. Een beetje een lompe finish erop, maar dat is gewoon mooi. Heel veel karakter. Het is er wel maar 1, maar dat is misschien juist wel leuk. Ja, zeker. Maar wat zet je mij uit te huwelijken? Ja, ik vond het toch te lollig om dan even te benadrukken dat jij single was. En ik denk, oh, dat kun jij wel hebben of niet. Hij zei, je man is er maar druk mee, toch? Ja, hij sowieso, je man is er maar druk mee met vloggen. Ik zo, nou, dat is mijn man niet, hoor. Oh? Ik zo, nee, hij is single. En toen zei hij, oh ja, hij moet natuurlijk wel op de markt zijn voor alle vrouwen als die vlogger is. Is het goed dat hij single is? Ik zo, ja, hij moet beschikbaar zijn. Dus toen had ik jou onder de bus kunnen gooien door te zeggen, hij valt op mannen. Heb ik niet gedaan. Dan was hij echt een man. Dan stond hij hier nu weer. Okay. Oh, dat is echt niet in de gaten. Wat jawel, dat was gewoon puur visserij. Even bevestiging zoeken van, wel. Moet ik er nog een keer naartoe? Oh. Van, is hij inderdaad gay of niet? Ja, nee joh, hij weet prima wat hij doet hoor. Dat maak ik wel weer mee. Ja. Ja, dat is jammer. Ja, deze gaat niet op. Dit heb jij al, toch? Ja, maar dan zonder die marmerprint. Oh. Hij is wel vrij identiek, ja. Ja. Maar volgens mij heeft hij een soort ovaal. Dit noemde jij, waarom noemde jij? Ik dacht dat dit formica heet. Ja, zou zomaar kunnen. Ik weet het oprecht niet. Niet dat ik denk, oh, dat zo heet het niet. Maar... Ja, dat dacht ik, ja. Maar deze kost €5. Dat is wel heel goedkoop. Heb je genoeg al? Heb je genoeg stoelen? Oh, nee, nu heb ik er 2. Weet je wat, denk ik, een reden is dat jij toen je binnenkwam, zei je soort, ik voel helemaal soort zen en vredig. Wat zei je ook weer? Ja, de energie is hier heel goed. Komt denk ik ook gewoon door al deze enorme ramen. Ja, het licht is hier heel mooi. Het is druk, maar niet chaotisch. Het geluid, de akoestiek ook. Komt ook door dat houten plafond misschien? Maar normaal zit het natuurlijk vaak in een soort donkere kelder. Oh. Ja, nee, het ziet er vaak niet uit, nee. Ja. Dit is een mooie ruimte. Ja. Okay. Nou, we gaan naar de koffiecorner. Ja, oh lekker, zin in. Ben benieuwd. Eerst. Ja? En die beer. Ja. Die tas. Wat vind jij nou van? Wil jij die tas eens even vasthouden zo bij je dat ik kan kijken? Dat is wel goed hoor. Dat staat jou ook goed. Goeie kleur. Ja.
is dit? Jij hebt een Picasso-boek. Oh. Daar misschien staat mijn werkje er wel in. Maar god, we hebben allemaal meegemaakt weer, hè? We rolden net die winkel uit. We helemaal geradbraakt van de sociale contacten. Of contactgestoordheid die daar heerst. Ja, er werd geflirt. Er werd een beetje ruzie gemaakt. Die vrouw die vindt hoe hij gaat voor me staan. Ja. Die was ook heel komisch. Ik was al lang aan de beurt. Maar, ja. Goed, maar wel echt goede score. Leuke dingen. Ja, ik ben benieuwd naar... Ik ga jouw vlog kijken om even te zien wat je nou allemaal uiteindelijk nou hebt gepakt. Oh, wel die vaas dus. Ja, de vaas en de stoel. Benieuwd hoe die gaat staan. Ja, en waar jij die fruitschaal wil neerzetten. Die vind jij lelijk, hè? Ah, lelijk. En hij neemt ook best wel veel oppervlakte in. Ja. Want je hebt ook fruitschaaltjes die wat meer... Ja. Deze is echt... Ui. Maar, we gaan het zien. En jij hebt ook mooie dingen. Ja, wat heb ik? Een heel schattig rugzakje ook. De rugzak voor Sydney. Een leuk Picasso nep. Picasso kunstwerkje. Nog een kunstwerk. Ga je dat in deze vlog laten zien of een andere? Ja, deze. Okay. Nou, kijk de vlog van Roosmijn. Linkje in de... beschrijving. Tot de volgende. Jawel. Ik zeg tot de volgende. Nee, ik zeg tegen jou. Oh, jij gaat tegen jou. Tot de volgende keer. Oh, sorry. Ja. Oké. Okay. Toch nog weer stil. Zo. Ik had het met Roosmarijn over woorden die we allebei heel vaak zeggen als we gaan filmen, maar die we dan eigenlijk altijd weer afknippen of eruit knippen. Volgens mij had zij het over let's go of zo, als ze dan klaar was met praten en dan ergens naartoe gaat. Of nog iets anders ook. En bij mij is het zo. Eigenlijk iedere keer als ik de camera aanzet en ik heb iets gedaan en daar ga ik over vertellen, dan doe ik zo. En soms laat ik het erin, omdat het lekker is om even een soort, en niet meteen zo bam, 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 bam te beginnen, maar ja, eigenlijk 9 van de 10 keer knip ik het af. Ik zeg zo vaak zo. Het was een heel leuk uitstapje. Het was erg gezellig met Roosmarijn. Hebben we eindeloos gekletst. Er was ook weer een koffiecorner waar we heerlijk hebben koffie gedronken. Ik had op een gegeven moment chance met een man die gewoon... Die stond mij zo keihard te versieren. Het was gewoon enerzijds soort inspirerend dat iemand zo weinig schaamte heeft. Gewoon bam. Ja, sorry als je kijkt. Maar ja, ik had niet echt interesse. En hij was heel erg aan het uitvissen of ik dan misschien op mannen zou vallen. Hij ging me dan video's laten zien van een of andere homo-influencer. Ergens heb ik ook wel respect voor als je dit gewoon durft. En je gaat gewoon in de kringloop iemand aanspreken. En gewoon, ja, je gaat er helemaal voor. Aan de andere kant was het ook wel een beetje intens. We maken altijd zulke rare dingen mee in die winkels. Ik heb dit boek gekocht voor 95 cent van Aidan Chambers. Dat is een van de eerste doelgroepboeken. Een jeugdroman over je seksualiteit ontdekken, over homoseksualiteit. Maar ik weet zeker dat ik het ooit in de bibliotheek heb geleend en het leek me gewoon leuk om het nu weer, ja, om het nu dan te hebben. Ik twijfel nu of ik het misschien dan toch al heb. Ik heb wel veel boeken van Aidan Chambers. Oeps. Toen bleek dat het ook in de kringloop boekenweek was. Dus ik moest nog een boek uitzoeken. En toen, nou, Roosmarijn heeft deze voor me uitgezocht omdat de koffer zo mooi was. En ik weet niet hoe deze nou bij mij is beland, maar volgens mij was deze van haar. Mocht er binnenkort een stel gaan trouwen in mijn omgeving, dan krijg je deze vreselijke Together kaart. 25 cent. Deze schaal, waar Roosmarijn niet heel enthousiast over was. Nou, het is gewoon niet haar stijl. Ja, ik vind dat, ja, ik hou ervan een beetje truttig. Dingen die van mijn oma geweest zouden kunnen zijn. En ik vind die krakelee heet het volgens mij eigenlijk ook wel mooi. Ik weet nog niet waarvoor. Ja, ik dacht als fruitschaal, maar misschien kun je er ook gewoon, als je een overschotel hebt gemaakt, kun je het hier mooi op presenteren of zo. Deze was 3,95 voor... Oh! Hij is best wel stevig. Het kabouterboek van Rien Portvliet voor 3,60 euro. Fantastisch dat ze daar die hadden ze daar gewoon liggen. Helemaal mooie conditie. Een klassieker die ik graag in huis wilde hebben. En deze vaas. Ik ben even vergeten hoe de stijl ook weer heette. 12,50. Best duur. En er zit ook nog eens een chipje af. Maar ja, als je de bloemen inzet, kun je die daar misschien wel mee verbergen. Ja, ik vond het zo'n in het oog springend ding. En dit is ook echt een kleur die ik nergens heb in huis. Dus het is ook wel iets wat echt, ja, wel echt gaat opvallen bij mij. Bijzondere techniek met dat glas zo over elkaar heen. Een soort... Ja, ik vond het mooi. En een stoel. 1 stoel. Ze hadden er helaas maar 1. Ik zoek eigenlijk nog altijd 2 stoelen. Deze zit heel lekker. Ik hoop alleen dat die onder mijn tafel past. Anders kan die altijd nog buiten staan.
Hij zit gewoon hartstikke lekker en hij was maar 12,50. Dat is jammer. Ja, dat is jammer. Het was ook een beetje een gok, maar het was ook zo'n ding waarvan ik dan denk, als ik hem laat staan, dan blijf ik eraan denken en dan krijg ik er spijt van misschien. Ik vind wel een ander plekje voor hem, maar deze mag dus voorlopig nog even blijven. Ik ga nu even wat eten en dit allemaal opruimen en nog spullen van Brussel opruimen en dan vanavond wordt het helemaal een bijzondere avond. Maar dat zie jij morgen in de vlog. Dankjewel voor het kijken en laat in de comments even weten of jij wel eens hebt geflirt in de kringloopwinkel. En check de vlog van Roosmarijn. Kijk maar even. Doei! Maar Roosmarijn houdt juist wel erg van kledingkloop. Kledingkloop in de kringloop. Maar Roosmarijn...